Dank u wel, dames en heren. Ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. Lekker volle bak. Het eerste stuk was van Guillermo Celano getiteld Song in D. En omdat wij altijd even moeten stemmen, praat ik eventjes het eerste en het tweede stuk aan elkaar. Het tweede stuk is getiteld The Other. Het gaat over de ander. Dus actueel thema. En we zijn ontzettend blij dat we de fantastische Chris Cheek als gast hebben. Chris Cheek, dames en heren. Wil je nog iets zeggen, Guillermo, tijdens het stemmen over de other? Ja. Ja, dat zegt hij altijd nee. Dus, En nou, we hebben een hartstikke leuke week deze week. We mogen 6 keer spelen. Dus dat is een ontzettende luxe in tegenwoordig het jazzland. Morgen spelen in Rotterdam en nog 3 concerten door het land. En we zijn gisteren klein begonnen in Leiden in een huiskamer jazzfestival. En vandaag ietsje groter. Een soort grote huiskamer. En Guillermo is nu klaar voor The Other. Thank you.
stukjes van mijn hand, dus helemaal nieuw. Robert. Spaans. Voor? Kennen jullie de film? Wie kent de film? En van de heren, wie kent Penelope Cruz? Ja. Vingerstraat. Microfoon voor de luisteraars thuis. Die kent Penelope Cruz. Ja, dat zijn veel meer, hè? Vooral mannen. Oh, u snapt wel waar de inspiratie vandaan komt. Thank you.
ontzettend gestreamd vanavond, live ook. Dus ik moet alles door de microfoon ook zeggen, anders had ik even waarschijnlijk de microfoon niet gebruikt in deze intieme situatie. Het volgende stuk is van Chris en is getiteld Blues Cruise. Het staat op een hele mooie cd van hem met het Brett Meldo trio, Blues Cruise. I wrote a tune years ago, and I could just call it Blues Cruise, and it's like just a 16-bar kind of simple tune, bluesy kind of tune. And then a couple years ago, actually it was when I came the first time to play with the Wild Man Conspiracy, I was starting to experiment with symmetry, you know, taking melodies and chords and inverting them based on a pivot point. And so the second half of this tune is the symmetry of the first half of the tune. So that's why it's called BC with symmetry. So it's Blues Cruise with symmetry. So hope you like it.
Dank u wel, dames en heren. Dit was Blues Cruise. We gaan deze set eindigen voordat ik eerst de band nog even voorgesteld heb op gitaar van Argentin. Guillermo Celano. Niemand minder dan Joost Kesselaar op de drums. En mijn naam is Gerard Klein op de trompet. En very, very special guest, Chris Cheek, dames en heren. We gaan deze set eindigen wederom met een stuk van Guillermo, getiteld Victor. Thank you.
Welkom terug. We beginnen het tweede set met de illustere titel The Adventures of Evil Pancake and Friends. Ik herhaal. The Adventures of Evil Pancake and Friends. En dat kwam uit één iemand zijn brein ontsproten zijn en dat is Guillermo Solano. The Adventures of Evil Pancake and Friends. Ik wil er weer niets over zeggen. Thank you.
Dank u wel.
Guillermo is Argentijns, dus het waren geen cowboys, maar gauchos. Het laatste stuk was getiteld Los Gauchos. En het stuk daarvoor was van mijn hand was getiteld No More Tango. En het gaat over mijn trauma met vrouwen en tango. Ja, dat heb ik nog nooit verteld. Maar als jullie het echt willen weten, moeten jullie allemaal heel veel bier gaan drinken na het concert. We gaan verder met een stuk van Guillermo. Het gaat over de ongelijkheid in de wereld. Ik citeer Guillermo Solano. Guillermo is nooit zo schuitig met zijn teksten over stukken. Maar hij wil wel dat ik de avond nog een beetje van tekst voorzie. Dus ik moet dat altijd een beetje uittrekken. Maar dit was een vrij duidelijk verhaal. Het gaat erover dat hij is geïnspireerd. Dit stuk is geïnspireerd doordat heel veel mensen weinig hebben. En heel weinig mensen heel veel. Klopt dat, Guillermo? Zeg ik dat? Wat ook waar is. Maar... En daar wint hij zich heel erg over op. En dat vind ik heel mooi. En het is dan ook getiteld Parcelas Desiguales. In goed Spaans. En dat betekent zoveel als... Ja? Parcelas Desiguales, en dat betekent zoveel als... Unequal parcels. Oneven, ja, het is gewoon over ongelijkheid. Parcelas desiguales. Thank you.
Dank u wel, dames en heren. Dit was de... excusez-moi. Het was de ene laatste. We gaan het laatste stuk spelen. Maar niet voordat ik nog eenmaal... gitarist Guillermo Solano heb voorgesteld. Guillermo Solano. Op drums Joost Kesselaar. Mijn naam is Gerard Klein, dankjewel. En niemand minder dan Chris Cheek, dames en heren. Chris Cheek. En wij zijn Wild Man Conspiracy. En zegt het voort, we zijn deze week nog 4 keer te beluisteren. Dus zet het op Facebook. Al die alle ellendige sociale media. We hebben nog cd's te kopen na afloop, eventueel voor de diehards. Maar die is, die is heel leuk. Het is een heel leuke cd. Je zou hem echt aanraden. Dus, maar het is ook weer wat anders dan Spotify. Toch? Ja, zo'n cd in zo'n cd stoppen. Het is een heel proces en het is ook het is een beetje ouderwets, maar... Probeer het weer eens, zou ik zeggen. 2 cd's, de eerste en de tweede short stories, waar we een aantal stukken van gespeeld hebben. We gaan eindigen met een stuk van Chris Cheek, het is getiteld Strawberry Jam.
Dank u wel, dames en heren. Zo aardig. Superleuk. Dank u wel. We gaan nog één stuk spelen. Back to basic. A spiritual. Nobody knows the trouble I've seen. Thank you.
Mm-hmm.